provincie draagt bij aan het ontwikkelen van nieuwe duurzame energiebronnen en grondstoffen. Zo ondersteunt de provincie het zeewierlaboratorium van TNO in Petten. Nou, dit is het zeewierlab en hier gebeurt het allemaal. Zeewier biedt enorme mogelijkheden voor de toekomst. Het kan een belangrijke rol spelen in ons voedsel en als brandstof. Nou, zeewier zit in heel veel alledaagse producten als tandpasta, cosmetica en wordt ook bijvoorbeeld gebruikt voor veevoer. En in de toekomst kun je daar op grote schaal vleesvervangers, isolatiemateriaal, bioplastics en biobrandstoffen van maken. In het laboratorium wordt dagelijks 50 kilo natte zeewier uit elkaar gehaald en gesplitst in suikers, eiwitten en mineralen. En deze worden weer verder verwerkt tot grondstoffen voor voedsel, duurzame plastics, textiel en brandstoffen. Wij zijn bezig met van hoe kan dit, werkt dit, kunnen we het eruit halen, kunnen we hier een paar liter brandstof van maken, kunnen we hier 3 t-shirts van maken, zodat we uiteindelijk alle kinderziekten eruit kunnen halen en het op grote schaal kunnen doen. De teelt van zeewier staat op dit moment nog in de kinderschoenen, maar er wordt door de overheid serieus gekeken naar hoe we in de toekomst grootschalig zeewier kunnen verbouwen op de Noordzee. Er zijn zelfs plannen om een kwart van de gehele Nederlandse Noordzee te gebruiken voor de teelt van zeewier. Ja, dat is nogal wat. Dat is een kwart van het Nederlandse gedeelte van de Noordzee. Wat je gaat zien is een windturbinepark met daartussen meervoudig ruimtegebruik. Dus het plan is om daar schelpdieren, schaaldieren en zeewier op dezelfde plek te gaan kweken, zodat we een duurzame circulaire voedsel- en grondstoffenvoorziening hebben in 2050. Is dat allemaal aan te leggen in die tijd? Alle mensen die het doen, zijn ervan overtuigd en hebben de kennis om dit snel verder te brengen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.